Yes, het is vandaag zondag. Ik ben hier in Utrecht. Gaan we klaarmaken voor een nieuwe PT-sessie met coach Anne, mijn Hyrox coach. We zijn bij de Lead Out Gym, echte Hyrox gym hier in Utrecht. Ongeveer 7 weken nu voor mijn 5e Hyrox event. Dus we gaan nu eventjes checken van hoe het ervoor staat met de techniek qua progressie. En kijk eens aan. Ik heb gevraagd aan Anne dus van of het een beetje een extreme workout kan worden. Want ik wil echt even helemaal van het padje afgaan gewoon. En daar is Anne. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, goed. Gaan we lekker aan de bak zo? Zeker. Nou, jij vooral. Maar... Ja, ik vooral, ja. Let's go. Dan staan we weer bij het witte bord. En ik geef het woord aan Anne. Yes. Ik ben heel nieuwsgierig wat er op het menu staat. Ja, we gaan gewoon even warming up. Dan beginnen we met een circuitje. We gaan 30 seconden werken, 20 seconden rust. Elke oefening die hier staat, doen we 4 rondes van. Achter elkaar. Dus je begint met skiën. 30 seconden werken, 20 seconden rust. En dat 4 keer. Dan gaan we naar de sled pull, overhead lunges, burpee broad jumps en wall balls. Vervolgens gaan we een AMRAP doen van 15 minuten. Waarbij je 200 meter gaat roeien. 10 keer een burpee over de rower maakt. 200 meter roeien. 10 keer een burpee box step over. Dus dan pakken we de box voor. Dan weer 200 meter roeien. En dan 10 keer een devil press. Je hebt al alles uit de kast gehaald. Ja, zeker. En dan, als je nog overeind staat, dan sluiten we af met een imom van 10 burpees en 15 wobbles. Dit is wel echt van alles wat hoor, nu. Ik lood je er vandaag doorheen. Top. Maar, super. Yes. Let's do it. 3, 2, 1 en let's go. Het zijn warm hoor. Alright, naar de step pull. 3, 2, 1 en go. Zwaarste onderdeel, die lunches. Maar ik merk wel nu wat meer van die workouts hebben gedaan met zware benen en dan doorgaan. Dan dat je dan snel wel dat effect merkt. Ja, ja, zeker. Maar dat is voor mij ook een beetje meer in je hoofd om gewoon eruit te lopen. Ja. Want als ik dan nog op die loopband sta om te rennen, de eerste 10 seconden is echt een beetje zwaar. Maar op een gegeven moment dan kom je er weer in. Is het warm hier? Een beetje nieuwe techniek dus aan het toepassen hier. Wel een stukje zwaarder, maar wel wat sneller. Wel geinig, want sommige onderdelen die voelen gewoon veel lichter aan of zo dan dat eerst. Ja. Terwijl het gewoon hetzelfde gewicht is. Dat... Yes, nog weer. Ja. Twee. We gaan bijna naar de volgende ronde. Zoals gezegd in het begin van de video, ik ga nu dus naar mijn 5e editie van Hyrox. Eigenlijk de eerste 3 edities heb ik het soort van zelf gedaan. Waarbij je toch een beetje, ja, ondanks dat je het principe misschien nog niet zo heel erg goed kent van Hyrox, een beetje je eigen weg bent gegaan om uit te volgen van hoe je het beste kan voorbereiden. Dat bij die ene laatste editie in oktober had ik toen die marathon van Amsterdam gerend. Dus dan was mijn logica, al dan moet dat rennen ook wel goed komen. Alleen het is natuurlijk een heel ander soort intensiteit. En dat had ik ook met die... Met mijn krachttraining. Ik dacht van, oh,
ik ben wel sterk. Ik kan zoveel bankdrukken, zoveel shoulderpressen, zoveel deadlift. Maar het is totaal iets anders van wat je van wat je met HYROX doet. Maar als je dan dus gaandeweg gewoon, in mijn geval wel met iemand, aan de gang gaat. In de vorm van HYROX coach Anne, die goed weet van hoe je moet voorbereiden. Dan merk je ook echt van dat je gewoon reuze stappen maakt. En in de laatste editie dus 10 minuten van mijn tijd afgereest. En nu merk ik weer van dat ik nu ook weer sneller ben dan dat ik 6 weken geleden was. Dus zo kan je echt wel goede stappen maken. En dat motiveert mij gewoon steeds meer om nog meer eruit te kunnen halen. Want er zit zoveel meer rek in, zolang je maar weet van wat je moet doen en hoe je het moet doen. Ik heb een beetje afstand gedaan van de krachtsport om wat meer te focussen op HYROX, want het gaat niet samen. Dus je moet wel bepaalde keuzes maken. Je kan niet en-en doen en dan maar hopen dat het ene net zo goed wordt als het andere. Maar nu ligt die focus even op HYROX. Dat werpt zijn vrucht af. Oké, gaan we naar het volgende onderdeel. 200 meter roeien. Vervolgens ga je 10 keer een burpee over de rower maken. En dan ga je weer 200 meter roeien. Vervolgens een burpee over de box. Dan weer 200 meter roeien. 10 herhalingen devil press. Dus as many rounds as possible voor 15 minuten. Jij zei minimaal 2 van die rondes. Dan doen we de focus daarop. Zelfs ietsje meer. Maar het is wel geinig, want als je dit maar had laten doen 3 maanden geleden of zo, dan was de insteek meer van probeer het gewoon zo lang mogelijk vol te houden zonder veel pauzes te nemen. En nu ligt de focus er gewoon op om gewoon zoveel mogelijk rondes vol te maken, zeg maar. Omdat ik nu wel weet van dat ik het op zich wel aan kan, zeg maar. En dan wil je gewoon meer. Nog een keer? Nog een tuutje. Thank you.
is niet Who's Your Daddy, maar Who is Teddy? Yes! Right. Well done. Goed gedaan. Dank je. Ik effe jou nog met een extreme workout. Dat is goed gelukt. Yes. Wat ik zo mooi vind, als ik dan die workout zie in de app, dan denk ik vaak nog van, oh, dat valt mee. Ja. Ik doe wel iets nog erbij of zo. Ja. Maar als je dan eenmaal bezig bent en een beetje tegen het einde loopt, denk je, waar haal ik in godsnaam die gedachten vandaan? Ja, is heel herkenbaar. Maar daar merk ik ook wel dat de conditie gewoon steeds beter wordt. Ja. En dat is leuk. Ja. Maar het is echt een gigantisch verschil met de eerste keer dat we een personal training deden en nu. Nou, toen in Amersfoort, hè, toen je dat testje deed. Maar met alles, hè, conditioneel, maar ook qua kwaliteit van je bewegingen en zo. Dus dat is wel echt nice. Ja. Want waar heb jij de meeste verbeteringen in gezien als kijk naar een stukje techniek? Nou, eigenlijk op alle onderdelen wel. De meeste verbetering denk ik op de burpees. Ja. Ik denk dat je qua techniek op de hardlopen nog het meest kan winnen. Maar daar zijn we ook niet echt specifiek met hardlooptechniek bezig geweest. Ja, en gewoon algehele conditie. Ja, want de techniek zelf, dat duurt natuurlijk veel langer dat je conditioneel beter kan worden. Want daar kun je natuurlijk sneller je stap in maken. Zeker in die aanlooptijd die we hadden met die 6 weken. En dan nu 8 is net weer iets meer. Ja. Alleen daar merk je wel van dat je conditioneel gewoon veel sneller stappen kan maken. Ja. Focus het meest om conditioneel gewoon goed vol te houden. Want daar kun je de meeste winst pakken. Zeker. En op lange termijn meer op techniek inderdaad. Ja, en ook als je gewoon qua mobiliteit, wat je ziet in de wallballs, maar dat gaat ook voor de burpees. Hè. Als je gewoon mobieler bent, en dan kan je techniek ook makkelijker verbeteren. Ja. Dus dat helpt allemaal. Ja, top. Ik vind het gewoon jammer dat het weer voorbij is. Ik vind dit dus echt heel erg leuk geworden. Ik haal hier dus echt wel heel veel voldoening uit. En dat had ik toen ik het zelf deed, zeg maar, een stuk minder. Maar als je natuurlijk wel wat kennis in huis haalt, zeg maar, van die je daarbij kan assisteren, dan is het gewoon superleuk om die verbetering te kunnen zien. Ik heb nu weer mijn PT-sessie gehad met Anne. Altijd eventjes een mooi moment om een beetje te kijken van waar ik sta. Je kan natuurlijk nog wel zelfstandig heel goed je best doen, maar het is altijd eventjes goed om wat extra ogen op je techniek en je workouts te hebben. Om even te kijken van of alles goed gaat en waar nog verbeteringen in zitten. Of juist te horen hoe goed het eigenlijk gaat, want dat motiveert natuurlijk ook weer. Rotterdam is nog ongeveer 6-7 weken. Over 2 weken kom ik hier weer langs en dan de 2 weken daarna dan weer een keer. En dan ben ik heel nieuwsgierig van welke stappen ik dan nog heb gemaakt. En ook heel erg nieuwsgierig welke workouts er nog allemaal gaan komen. Ja. Dus ik heb er echt mega veel zin in weer. Lekker weer dat goede gevoel van voldoening. Ja, ik zit er lekker in. En ik had gezegd tussen die tijd voor Rotterdam 1 of onder de 1:30. Ik heb eigenlijk in mijn hoofd 1:27. Oké, nou dat is goed om hard op te zeggen. Ja, toch? Ja. Ja, nice. Dan zie ik jou weer over 2 weken. Zeker, okay. Zeker. Nice. Yes.